Leervorm ook ontzettend ingewikkeld. Ik denk, jee, ja, wat ga ik het doen? Ik dacht, ik moet minimaal een analyse maken van zijn foto's. Ik denk, nou, maar ik had niet bedacht dat er 10.000 foto's waren. Ik heb echt de s'nachts van wakker gelegen. Ik heb er echt zoveel gezien. En dat is een soort verslaving. En ik probeer ook een beetje uit te vinden van ja, wat doet hij nou precies? Hè? Waarom blijven foto's van Bas heel erg bij? En nou ja, goed, ik ga dadelijk een soort analyse met u doornemen. Ik heb wat foto's gemaakt van de foto's. Hele slechte kwaliteit. Dat heeft meer te maken dat ik niet goed naar PowerPoint om kan gaan. Maar ik neem u daar mee op reis, langs de foto's van Bas. Als ik klaar ben met mijn praatje, dan... wat is het? Kun je het goed horen, Bas? Na mijn analyse krijg ik een sleuteloverdracht, want de Studio Lissabon is van Nora Bogers, dat is mijn zusje, en die gaat vandaag de sleutel overdragen aan Bas, want Bas gaat hier eigenlijk een soort gastje fungeren. En als Nora de sleutel heeft overgedragen aan Bas, zal Bas die sleutel weer teruggeven aan Nora, want Nora blijft gewoon de baas. Dus dat is dadelijk het feestelijke moment, hè? Ik ben ontzettend blij dat ik een technische ondersteuning heb van Gert. En Gert gaat echt op de knieën van mij en hij zal op mijn knikje naar de volgende dia gaan. Ja, ik ben wel toe aan de volgende dia. Wat drinken? Ook wat drinken? Ja. Heb je een droge stem? Ja. Nou, oké, doe maar cola. Doe dan maar iets meer alcohol. Oké. Deze foto heeft Bas niet genomen. Dit is Bas. En Bas is van de straat. Bas is echt van de straat. Daarom maak je ook de mooiste foto's op straat. En eigenlijk symboliseert deze foto ook heel veel van de jeugd van Bas. Bas heeft gewoon een rotjeugd gehad. Die is echt, ja, hij is gewoon heel veel pech gehad. Hij was 9 maanden toen onze moeder overleed. Hij ging daarna naar het kinderthuis van zusters van liefde. Nou, die waren de liefde echt kwijtgeraakt, dat kan ik jullie verzekeren. Toen kwam hij terecht in de mislukte huwelijk van mijn vader. En we kregen te maken met een gewelddadige stiefbroer en stiefmoeder. Maar dat zijn allemaal wel papieren die je nodig hebt om heel creatief te worden, weet ik. Eigenlijk met honger en angst vluchtte hij vaak de straat op. En ik weet die staat ook goed te herinneren. Weet je, op een straat zeker in deze tijd van zomervakantie. Ik weet me de straat te herinneren dat alle vriendjes waren op vakantie. Het was helemaal niks. En wij liepen alleen op straat. En die verveling, daar kom je op heel veel ideeën volgens mij. En dat krijgen we allemaal terug via de foto's die Bas ooit gemaakt heeft. Hij heeft het eigenlijk allemaal heel knap overleefd. En doen we de volgende. Bas die heeft eigenlijk zijn overlevingsmechanismes heeft mij een heel bijzonder mens gemaakt. En ook een bijzondere straatfotograaf. Daarom is Bas niet zomaar een fotograaf. Hij kan ook heel dichtbij komen als fotograaf. En ik denk ook, de volgende. Ik denk ook dat hij met zijn humor, dat is een belangrijk overlevingsmechanisme, maar ook een manier om dichterbij mensen te komen en mensen afstand te houden. En in al zijn foto's, ja, zit die humor zit erin, maar ik zie ook heel vaak mensen kijken naar jou, Bas. En eigenlijk, wij hebben in Arnhem gewoond, we hebben echt onder dat geweld geleefd. We hebben alle twee geleerd, één ding, iemand die lacht, slaat je nooit weg. En dat is heel belangrijk gebleven, voor ons twee. Ik heb Bas ook gevraagd, maar ja, ik ben toch bang dat ik de verkeerde dingen ga zeggen. Ik heb gezegd, gevraagd, ja Bas, wat is het nou precies, die foto's maken? Hij legt er zelf over, het is eigenlijk een ziekelijke behoefte om mooie momenten te bewaren en te sparen. Ik heb ook gevraagd, nou oké, was dan jouw mooiste foto? En echt een heel, ik vond het zo'n mooi antwoord. Echt zoiets van, net of je een mediatraining had gehad, vond ik zelf. De mooiste foto, die moet ik nog maken. Ja, ook zo. Nou, ik heb dus die 10.000 foto's bekeken en ik heb een selectie gemaakt en er hangen ook een aantal hier. Maar ik doe even mijn analyse over jouw foto's. En ik zei al, ze zijn soms onscherp, maar dat komt door mij. En
Ik kan je ook verzekeren, ik werd er gek van al die foto's. Ik heb vanmorgen nog foto's weggegooid en terug gedaan en terug en weg. Ik kan eigenlijk niet kiezen. Dus eigenlijk vind ik ook wel, ik ga ervan uit dat na deze expositie dat dit je definitieve doorbraak is. En dat er een boek gaat komen met al je foto's. En dat in ieder geval mensen die bij de Bruna centraal komen, zeker niet naar buiten kunnen zonder dat boek. Dat weet ik zeker niet. Nou, dan ga ik met mijn analyse beginnen. Bas die maakt wel eens foto's waar ik van denk van ja, ze weten ervan. Ik vind, ja, soms zelfs in scène gezet, maar mensen doen alles wat jij vraagt eigenlijk. Hè? Dus soms die hele nare foto's denk ik, nou ja zeg, maar ze doen wat jij wilt. En met name in... Niet al die foto's zijn bekend. Niet alle foto's zijn bekend. Oh, je hebt er nou spijt van. Maar heel vaak zie je op de achtergrond van een boekenwinkel of een tijdschriftenwinkel en dan heeft hij iemand gewoon gepakt. En die kunnen er geen lezen. Dat is er ook eentje van, volgens mij. Ja, Evelien, wat ben je? Heb je jezelf herkend? Dat valt nog niet mee, zo denk ik sowieso. Zeg je, oké, de volgende. Ik heb ook gevraagd, wat was nou jouw allereerste foto? Dus de eerste foto die Bas gemaakt heeft. En sindsdien heeft dit eigenlijk niet meer losgelaten. Oh ja, dit is een soort naaktfoto. Ik heb echt moeten zoeken, maar eigenlijk is het enigste zelfportret dat ik heb kunnen vinden. Ik vind hem heel erotisch, heel persoonlijk. Ja. Ik ben blij deze onderkant vanaf gekregen. Ja, ik moest wel wat weglaten. Ja. Niet veel voor. Oh, dit valt heel erg op. Als je de foto's van Bas bekijkt, zijn heel veel foto's met hele sterke kaders eromheen. Of het is een muts, of het is een raam. Die lijnen spelen ontzettend belangrijk. En deze ja, vind ik legendarisch, omdat op dat tekentje van niet roken, zou ik bijna vergeten. Maar hoe hij kijkt, ik had het net nog even met familie over, met Jorn. En wij doen denken aan een schilderij van Van Gogh, geloof ik. Hè? Ja, Rembrandt, maar mij niet uit. Iets met een parel, volgens mij. Rembrandt, wat doet hij? Hij kijkt. Ik weet niet of u dat ook hebt meegemaakt, maar ik denk van, waar gaat hij heen? Wat heeft hij meegemaakt? En je ziet gewoon, hij heeft gewoon echt iets meegemaakt. En hij kijkt naar Bas en hij denkt, oké, de volgende. Ja, treinen is wel iets waar Bas een zwak weet. En als je heel goed kijkt, dan zie je daar Beatrix zitten. Ja. En Beatrix wordt echt betrapt. Sommige foto's, Bas kan mensen betrappen soms met foto's. Ja. Ja. Kun je die lamp uit? Oh, dat scheelt soms mooi. Deze man. Alles. Diegene die op scherm schijnt, lijkt maar. Oh ja, klaar. Maar goed. Hier zit Beatrix, vermoeid, ze zwaait niet meer en er zijn weer foto's dat jij mensen hebt betrapt. En er is nog eentje met een trein, ja? Deze, en die vond ik ook mooi, is niet zo duidelijk, maar is echt helder. Maar wat ik zo mooi vond in deze foto, dat meisje dat kijkt naar Bas en die vindt het wel oké. Want ik zou denken van, ik zou mezelf zonder schild betrapt voelen als jij foto maakt. Of, nee, ja. Gewoon vriendelijk lachen. Ja, iedereen pikt het van Bas. Ja? Oh ja, je zou denken, blauw is betrouwbaar. Hier is de journalistiek loopt hier op het Binnenhof. En blauw is echt zo, hè? De kleuranalyse blauw is betrouwbaar. En als je de volgende kijkt, dan twijfel ik gewoon of het echt wel betrouwbaar is. Ja? Oh, nou ja, dat kon natuurlijk niet ontbreken. Jeden, jij komt echt zo ontzettend veel. Van die 10.000 foto's zijn er ongeveer 999 van jou. Echt belachelijk veel. Dat is Jeden. Jeden, oh, serieus. Wat fijn dat ik heb deze gekozen en er zit een droste. Ken je wat het droste effect is? Ja. Ja? Nou, dat is dit er een beetje. Ik vind het mooi. Ik zit te wachten tot er nog eentje bij komt. Om hoeveel jaar doe je dit, Bas? Ieder jaar. Ja, we zijn een beetje vergeten dit. Klopt dat? Ja, vorig jaar. Ja. Oké. Okay. Nou, ik blijf vol. Ja. Maar het is heel mooi de liefde voor Jeden. Oh, kom op. Op school was het altijd heel fijn dat ik altijd dezelfde fout maak. Dat is heel opzichtig. We gaan de volgende. Oh ja, dit is... Daar kwam ik achter. Ik denk, ja, ik ga toch op zoek naar de afwijkingen van mijn broer. Mijn broer heeft een afwijking. En sommige autistische mensen hebben het ook.
Je ziet soms ook wel eens als je door een wijk rijdt, dat sommige mensen hebben soms twee dezelfde bloempotten in hun raam. Ken je dat? Veel mensen die twee dezelfde dingen moeten hebben. Nou, Bas die is heel gevoelig voor mensen die hetzelfde aan hebben. Maar deze is wel heel mooi, hè? Ze hebben ook alle twee de zonnebril op. Ze hebben altijd de zonnebril op. En ook die twee honden, die lijken eigenlijk ook nog de eigenaars op deze manier. Maar er kwam eigenlijk, toen ik dat opzocht, kwamen er steeds meer foto's die 2 en 2 gemaakt zijn. Dat is een collage, kijk. Ik heb over nagedacht, hè. Alles moet kloppen. En dan dacht ik, oké, deze dames die hebben al 2 karretjes, dus dat is dan, dat klopt dan. Twee dezelfde truien. De stewardessen, er komt heel veel voor in de foto's van Bas. Je hebt een zwarte stewardessen. Nee, een uniform. Oh, je hebt zwarte uniform. Oké. Dat is een heel bepaald. Maar, en ze zijn daar allemaal van achter genomen. Floor, waar ben je? Oh, Floor. Wie was Floor? Floor. Floor. Florien. Ja, nou, is wel goed. Kom dan later. Wat? Nee. Floor heeft een uniform? Nee, die zegt dat hij vaak foto's van achteren maakt. Je hebt gelijk, Floor. Waar ben ik? Zie je? Oh, nee. Jij gaat achteren. Zo, vind je het eigenlijk door aan? Ja, nee. Ja, volgende. Oh, deze, soms dan heeft ook iets macabers in de foto's. Deze hangt hier Eigenlijk is het deze ook zo raar, want die wat oudere vrouw wordt echt uitgenodigd om voor de trein te gaan springen. En dan wordt altijd blij met mensen die dan eigenlijk weer uit gaan strak zijn. En deze vind ik ook, die hand hier is totaal niet liefdevol. Er wordt gewoon echt iemand geduwd. Voor de trein of voor de rolstoel. Dus daar moet ik over nadenken. Ja? Oh ja, deze man die moest erbij. Ken je die man, Bas? Ik heb hem 1 keer een compliment gegeven dat hij stijl is. Ja. Hij heeft echt stijl, maar hier op die foto zie je dat hij dus hij rookt. En ik heb het idee dat hier iets misgegaan is met rook. Ik weet niet of je dit. Dat is een fietser tegen hem aangereden. Wat zeg je? Dat is een fietser tegen hem aangereden. Of een fietser in een hoekschot. Oh, okay. Maar dat er ook wel steeds een paal bij staan, dat begrijp ik niet helemaal. Oké. Okay. Kan die paal staan? Nou ja, ook van achteren genomen. Soms valt het hier een beetje recht in de kont. Dit is natuurlijk een legendarische foto. De Bordet-scène en dan van de kant waar niemand het ooit genomen heeft, voor mijn gevoel. En deze man, fantastisch, heb je hem betrapt. Deze mocht ook niet ontbreken. Ik heb zelfs een keer horen zeggen dat het een officieel een Bas Bogers, Bogeriaans foto's wordt genoemd. Bas is echt op busblokjes en liefst met billboards erbij, die dan een soort ene over het theorie opstelde. Dat die man zo intens met die vrouw kijkt. Ja, deze vond ik ook heel mooi. Echt alsof ze net op die auto lag en daar dan naar de bus wegging. En deze is dan weer, eigenlijk dan weer een soort combinatie van die stereo. En hier zie je dan dat die twee mensen hebben niet hetzelfde aan. Ze hadden een buslokje, maar ze doen hetzelfde. En als je hetzelfde doet, is ook weer dubbel, dan kan je het ook. Ja, oké. Okay. Ja, pas die foto weer links en rechts. Soms echt ook actie demonstraties en zo. Wow. Ja, een portret en mensen laten zich heel makkelijk jou fotograferen. Ik snap het niet. Volgende. Ja, dit is ook. Bas heeft ook volgens mij een soort zwak voor vrouwen in de overgang. Of in ieder geval. Je ziet heel veel foto's van wat oudere dames. En dan ook liefst grijs. En dit stuk is echt geweldig. Maar ook vrouwen die dan opeens meen als ze samen uitgaan dat dezelfde aan moeten trekken. Die zijn ook. Daar is ook goed voor. Nou ja, en deze vind ik ook wel mooi. Denk, ja, als je een jurk hebt en zo'n telefoon en zo, ja, dan moet je de foto nemen. Ja. Ja, Bas doet heel veel dingen uit de hoogte en dat is niet altijd zonder gevaar. Oh ja, dat is een drone. Maar moet je niet echt, Bas werkt ook met een drone en even eens keer heeft die drone daar neergezet. Ja, op het dak. Op het dak en toen moest de brandweer
Heeft jou eigenlijk geld gekost dat die drone afgehaald werd? Een cadeaubon voor de brandweer, om taart te komen. Ah, oké. Dat is niet te vliegen. Dat is goed. Dat is een bijdrage. Oh ja, dit is een van. Ja, dit is echt. Daar ben ik een liefhebber van. Deze is zo ontzettend mooi. En het ontroert mij. Want die vrouw die is net zo eenzaam als dat bloempje. En dit is echt zo mooi. Waar was dat, Bas? Theresiastraat. Oh. Ja. Ik ben blij dat het een beetje toelicht. Ja, okay. Ja, en hier wil ik ook maar net wel die hoekjes neemt, hè. Want ik heb deze foto een paar keer zitten kijken. Nee, eigenlijk stelt het helemaal niet voor. Want als ik vanaf hier die foto had genomen, is niks aan de hand geweest. Het is maar net hoe je naar dingen kijkt. En dat is elke keer heel opmerkelijk bij de foto's van Jan. Die kan zie je wel dat gezicht. Ja, hier wel. Dat klopt. Absoluut. Het is net vanuit welk hoekje kijken. Ja. Nou, je hebt niks op te zeggen, maar je weet gewoon, als het omgekeerd was, was het geen goede foto geweest. En nou is hij dat goed. Ja, oh, ik ben dol. Er zijn ook heel veel van. Dus vrouwen de overgang, vrouwen vijs. Maar vrouwen met afgezakte pantykousjes. Ja? Heb ik ook heel veel gezien. Op de ene manier wint het jou ook, denk ik. Ik weet het niet. Ik vind ze echt geweldig. En wat ik ook heel erg mooi vind, ja, gewoon het regenkapje. Je ziet ze amper, maar ik vind ze zo echt erotiserend werk. Heel erg mooi. Ja. Nou ja, dit is echt. Ken jij die vrouw? Ja, die zit bij onze zus. Kijk. Ja. Dit is geen straatfoto trouwens. Nee, het is een overdekte foto. Overdekte foto. Maar je ziet aan de foto dat jij die foto mag nemen. Dat vond ik heel mooi om te zien. Ja, als je hoog woont, dan kun je een mooie foto's maken. Ik vond mij vanaf de flat genomen. En wat ik dan zo subtiel vind, is van, dat er dan toch zo'n vogel. Ik dacht eerst van, het is geen flat, maar dat er op een vogel links zit. Heel mooi. Ja, sommige foto's zijn niet zonder gevaar. Want ik dacht echt, toen je deze foto nam van, dat je dat mocht. Dat mocht jij? Ja, ik maakte eerst een foto, toen zagen ze mij. En toen lachten ze en toen gingen ze zoenen. Toen maakte ik nog een foto. Schiedam. En deze ook een beetje eng eruit. Dat zijn Oeigoeren. Oeigoeren. Ja. En ze lachten naar jou en ging liggen en kon je foto maken? Dat is een scène gezet. Nee. Oké, hij was gewond. Nou ja, goed, jij zag dat gewoon aankomen van die theelijstjes, dat ze nu al waren. Ja, dat zijn de eerste theelijstjes in Nederland. Oké. Ik heb trouwens ook heel veel gezien, ik heb gegoogeld en zag ook, jij wordt heel veel gebruikt, jouw foto's trouwens. Worden heel veel gebruikt, in heel veel media. Nee, zelf niet, maar in heel veel media. En voor mij is het logisch is wat. Want kijk, als je naar de dikke foto kijkt. Dit is een prachtige foto als het gaat om een campagne, een 551 campagne op obesitas. Maar hij is ook nog een keer heel mooi tegelijkertijd en niet belerend. Nou, die tweede foto, iets over kinderarbeid, zou je zo kunnen gebruiken. Dat McDonald's eigenlijk heel slecht is, heel vies is, dat zegt ook mezelf. En deze, ja, die is al heel lang geleden, maar die was zo mooi. Jij maakte die foto en daarna ging de boel failliet. En die foto's toen heel vaak gebruikt. Dan vraag ik me af of jij ook foto's kan maken waar daarna iets failliet gaat of daar verband is. Ja, ik ben ermee gestopt. Je bent ermee gestopt. Oké. Dan gaan we langzaam zeker naar de laatste foto's. Er zijn ook heel veel van. Bas kan foto's maken en dan gaat ze eigenlijk over twee werelden. De bestaande wereld en de posterwereld, de fotowereld. En loopt soms elkaar over. En ik blijf gewoon geloven dat zij eigenlijk eerst in die poster stond en nu niet meer. Je blijft kijken. Ja, dit echtpaar, dat heeft mij, ook volgens mij. Die vrouw intrigeert mij zo ontzettend. Ik wil zo graag weten wat er met haar aan de hand is. Je ziet allemaal van ja, die vrouw die lijkt heel erg. Het gaat gewoon niet goed met hem. En dat gesprek wat ze met elkaar hebben, jij weet niet wie het is. Nee. Ik weet niet wie ze zijn. Ze hebben ook naar je gelachen toen je foto maakte? Nee. Ze hebben het niet. En dan ga ik naar de laatste foto van ons. Oh nee, ja, deze. Deze vind ik. Voor mij de allermooiste foto. Eén de allermooiste. Omdat je afvraagt naar wie is hier eigenlijk de boef. Ik vind hem zo. Het is zo'n gemene foto van iemand die iemand naait die daar naait. Ik vind hem fantastisch. Ja? Ja, deze foto is de laatste foto. Die heb ik thuis hangen.
Omdat hij, ik kom niet op te zeggen, die is gewoon zo ongelooflijk prachtig mooi. En die hangen nog veel meer foto's. Dat is maar een kleine greep eruit. En een analyse waar je verder ook helemaal niks aan hebt. Maar ik ben wel ontzettend trots op mijn broer dat hij zulke mooie foto's maakt. En ben ook heel trots dat er nu een hele mooie fototentoonstelling hier is. En ook dat een nieuwe galerij is die ik nu officieel ga openen. En we openen het symbolisch. Wat ik even graag een hartelijk applaus voor Bas en Nora. Ik had geen idee, ik had helemaal geen idee dat ik mijn familie kon registreren, maar oké. Officieel, Nora, kan je nog even zeggen over deze galerie, wat de landgroepen? Het was een galerie waar verschillende kunstenaars exposeerden en waar ik ook mijn eigen meubels tentoonstelde. Oké, maar de meubels die blijven nu weg? Nee, die staan nog. Oh, oké. Een soort combinatie. De mensen komen voor de foto en gaan met meubels weg. En pas ook als de meubels komen kopen, maar dan foto's maken. Wil jij iets zeggen? Ik kan nog wel wat zeggen. In ieder geval wil ik... Nee, maar wacht. Kom terug. Dus als er even het idee dat ze de sleutel overgedragen heeft, dan ging het zo snel dat ik het niet meer heb verbod. Oké, opnieuw. Nu even een heel belangrijk moment, de sleuteloverdracht. Oh ja. Heb jij de sleutel? Had ik? Nee. Geef ze aan Bas. Heel langzaam. Ik hoop dat je als goed huisvader wordt een galerie zal zorgen. Dat hoop ik ook. Dank je wel. Applausje. Ik vind dat het slotwoord krijgt Bas. We zouden nog muziek hebben van mijn ex-collega. Die is het vergeten. Ik heb ons meegemaakt dat hij gewoon bij een verkeerde schouwburg stond. Ik vind het nog eigenlijk meevallen. Maar dat hou je nog te goed. Heel veel geluk en het laatste woord is aan Bas, alsjeblieft. Ja, ik wil graag iedereen bedanken. Bedankt. Ja. Speciaal wil ik natuurlijk Nora bedanken dat ze vertrouwen heeft in mijn galeriehouderschap. Weet ik dat dan? Ja. Geldof. Waar is Geldof? Geldof, heel erg bedankt. Hij heeft heel erg hard meegeholpen om het hier in te richten. Samen met Nora en Jalien. Is Jalien daar? Even springen, Jalien, dat iedereen je ziet. Nou, die zijn dus ongeveer 3 maanden bezig geweest om alles op te hangen hier. En die wil ik heel speciaal bedanken. En natuurlijk mijn familie. Heel erg bedankt. En speciaal Marcelino. Dat is mijn broer. Ja. Dank jullie wel. Er is een toilet daar in de hoek en in de andere ruimte is ook een toilet. De eerste 3 drankjes zijn gratis met de prosecco en daarna mag je zelf betalen. Is dat goed?